Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een nieuwe Bubble video. Ik ga het vandaag gaan hebben over mijn allerlievelingste pretpark. En dat is Toverland. En Toverland heeft een fantastisch nieuws uitgebracht. We wisten het al ietsjes langer. Maar ondertussen heeft Toverland alles, bijna alles uitgelegd van hun vier nieuwe attracties die gaan komen in 2023. Met alle upgrades en weet ik veel nog wat. En ik wil in deze video jullie een beetje technische dingetjes laten zien. Ook een paar achter de, achter, ja, de bouwfoto's eventueel. Op het einde van de video, wat ze al aan het doen zijn. En ook ja, een beetje meer informatie over al deze attracties. En als je niet weet, Toverland gaat dus vier nieuwe attracties bouwen: twee grote en twee kleinere. En een hele hoop. Belevingselementen. En als we gewoon direct gaan invliegen in deze bird's eye view, dan kunnen we een hele hoop leuke dingetjes te zien krijgen. Wil je het trouwens weten wat Jonas en ik dachten voordat deze foto's online kwamen, dus wat wij dachten waar het ging komen, raad ik jullie onze podcast aan, namelijk nummertje 5, wat deden we in Toverland? en we kijken uit naar 2023 via onze eigen website of via Spotify of Apple Podcasts. Kun je ons ook een keertje bekijken, een luisteren, bekijken, kun je ons een keertje beluisteren wat onze gedachten alle linkjes van vandaag die vandaag te zien komen staan hieronder in de beschrijving. Maar ja, wat zijn mijn gedachten hierover? Welke attracties komen er allemaal? Ja, laten we een beetje gaan duiken. En ja, eigenlijk waar ik als eerst van naartoe ga is niet naar hier de Helix van Phoenix. Ik wil eerst eventjes naar het uiteinde van het Avalon-gebied gaan. Want daar komen natuurlijk drie van de vier verschillende attracties. Komen daar. Nu, de namen ga ik zelfs over hebben. Ik wil eerst eventjes gewoon, ja, kort een beetje zeggen wat mijn gedachten zijn. Dus we hebben hier op het uiteinde, wat ik persoonlijk een hele goede toevoeging vind, is dat hier op het uiteinde eindelijk wat meer komt. Als je zo even om binnen gaat, dan heb je zo de, het mystieke en het heel rustige gebied. Persoonlijk ben ik daar een absolute fan van. Ik kom graag in een heel rustig gebied. Vooral dit weggetje daar, als je hier rondloopt, rond de Helix van Phoenix, dan heb je daar een fantastisch mooi stuk Maar de stenen waren, maar nu niet meer. En eigenlijk had het stuk van het park wel degelijk iets nodig. En ondertussen weet ik een deel van het verhaal waarom ze naar die schonere kleuren zijn gegaan, waarom het drukker is geworden. Ik weet een stuk van het verhaal, hoe dat dat komt. En het heeft iets te maken met de ijsheks Morgana en dovenaar Merlijn, die een beetje hebben gevochten met elkaar en er heeft één iemand gewonnen. En daarom zijn deze kleurrijke tafereeltjes er allemaal bijgekomen. En wat ik persoonlijk vind van het achterste gedeelte... Is eigenlijk wel vrij mooi. Je hebt natuurlijk deze droptoren deze drop die hierbij is gekomen. De parachute drop Met de landingsplaats voor de draken. Dus ik hoop dat de kleuren niet te fel worden voor het hele gebied. Want het wordt nu wel ietsjes drukker. Dat is natuurlijk te verwachten met dat je een gebied gaat upgraden. Je hebt hier deze carousel. Die ik persoonlijk niet zo'n fan van ben. Omdat hij veel heftige kleuren heeft van binnen. En dan heb je hier zo de, de garden tour. Waarbij je dus door een tuin gaat rijden. Als klein kindje natuurlijk. Ik weet het, zie ik hem wel redelijk ingaan. <laughs> maar ja, en er komen ook nog een heel hoop andere gebieden erbij. En persoonlijk vind ik dit eigenlijk een heel goede toevoeging. Dit is een hele mooie toevoeging. Ja, je hebt hier uh, deze toren die het nieuwe middelpunt gaat waarschijnlijk zijn. Middelpunt. Het nieuwe hoogtepunt gaat zijn van eigenlijk Avalon. Het hoogtepunt bedoel ik letterlijk een hoogpunt: <laughs> ja, het is een hoogpunt van 40 meter. Want ik dacht eerst dat ze hier iets gingen bijbouwen. ...achter eigenlijk ja, de technische ruimte. Want die zit hieronder. Ben ik een keertje mogen achter de schermen gaan. Dat was fantastisch fijn. Ik dacht eerst hier. Want hier mogen ze hoger als 45 meter. En hier mogen ze, moeten ze lager als 45 meter. Dus ja, dit vind ik allemaal een heel goede toevoeging. Ook de speeltuin hier die ze gaan toevoegen. Ook de peuterweide die er gaat bijkomen vind ik heel mooi. En ja, dat vind ik eigenlijk allemaal wel pluspunten. Maar hier rechts in de helix van phoenix dit had ik totaal niet verwacht. Dit is zo'n vreemde keuze. Dat ze een attractie midden in de Helix van Phoenix gaan plaatsen. Ik ben er niet zo heel erg een fan van. Ik moet nog een beetje wachten wat het gaat worden. Ik denk iedereen. Dus ja, we zullen wel zien. En voor de rest zien we nog wat huisjes tevoorschijn komen. En nog wat, een hoop kleurrijke dingen. En op hun eigen website heb je een hoop informatie van ja, welk type attractie is dit. Wat kunnen we allemaal verwachten. En ook al de eerste naam. Dus laten we een keertje gaan kijken naar Avalon. Met nog allemaal een soort van schaduw rond. En dan ja, zijn er een hoop dingen en tekeningen tevoorschijn gekomen in de laatste weken. Zijn er een hoop tekeningen tevoorschijn geko gekomen met project GT, project PX, DH en DW. Allemaal vrij vreemde namen. Maar ik wist al dat Tovaland al deze gronden had. <laughs> ja. Ik ben een beetje te veel op forums aan het kijken. Maar ja, dus je hebt het heel stukje water. En ik wist ongeveer wat alles ging komen. Totdat Loopings. Natuurlijk altijd Loopings. Met deze, met deze afbeeldingen kwam. En toen had ik zoiets van: Wauw, ze gaan wel best veel bijzetten. En je ziet dus eigenlijk hier de drop-toren die erbij komt op het uiteinde. Met ook al de zichtlijnen die erop staan. Dus van hoeveel zicht dat je kunt hebben. Je hebt hier de carousel. Dan heb je hier die beesten. Uh, ik ben de naam juist eventjes kwijt. Je hebt dan die beesten-parcours hier. En dan zie je allemaal andere huisjes. Dit is het hele uh, Flaming Verder gebouw. Maar er langs lijkt mij precies een podium te staan. Ik heb dit nooit gezien of ben ik nu heel schild. En ja, voor de rest heb je hier ook nog wel allemaal kleine huisjes die hier gaan bijkomen. Die later, de twee nieuwe karakters, die binnenkort ook te zien gaan zijn, die gaan eigenlijk overal een beetje verspreid worden. En hier is er eentje, wat ik heel vreemd vind. Dus bij de Zero G-Roll en hier onderaan als je in die, in die dip komt, daar staat ook iets. Dus ja, het is allemaal een beetje vreemd. Maar eigenlijk, in de helix van Phoenix. konden we op voorhand al weten dat daar iets ging komen. En eigenlijk in de wachtrij van Phoenix. stonden een paar vlaggen. Denk je toch dat het bij Phoenix is? Denk ik, ja. Bij Phoenix kon je dit eigenlijk zien: een gevecht van, met de Tovenaar van Berlijn. en met Morgana de IJshex. Kon je een gevecht zien. En dat stond allemaal in een cirkeltje. met al die stenen rondom. En dat. Heeft zo een gevoel van in de helix van Phoenix. Maar hier onderaan, je ziet het best uh, moeilijk. Maar je ziet dus hier onderaan ook een gevecht van een ijsdraak met een vuurdraak. Dus dat die twee aan het vechten zijn rondom de stenen van de helix van Phoenix. Dus ook weer daar waren een hoop afbeeldingen die allemaal al te zien waren. Dus we konden het een beetje op voorhand weten. Maar wat is er nu gebeurd in uh, Phoenix? En ja, dat heb ik spontaan gevonden op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de baas. <laughs> en daar leggen ze eigenlijk uit, of iemand van Toverland van legt uit... ...dat er een gevecht is geweest tussen Morgana en Merlijn... En dat die twee hebben zitten vechten en dat uiteindelijk eigenlijk Merlijn heeft gewonnen en dat er een feeststemming komt in het hele gebied. Maar voor iemand die nog nooit naar het Overland is geweest, in één keer zoiets heeft van: oh ja, dat is hier precies een feeststemming, die heeft nooit een verhaal meegekregen. En ja, dit, dit is een kort een beetje uitleg daarvan. Um, en waar we ja, heel erg naartoe proberen te werken, is dat dit uh, een heel feestelijk gebied wordt. Merlijn heeft de ijsheks Morgana verslagen. En dat moet gevierd worden. Dus dat, 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 dit werd nergens anders gezegd. Buiten hier op dit YouTube-kanaal. En Tohvald liet het niet stil. Want ze hebben vrij veel afbeeldingen getoond. En op het begin kwamen er allemaal vlaggen. Zoiets als dit. En vlag. En dit is eigenlijk de laatste vlag die ze hebben getoond, maar ik zet hem eventjes als eerste, want deze vlag staat ondersteboven. Je hebt hier een soort heksenketel, je hebt hier coördinaten die knal het middelpunt aanduiden van de helix van Phoenix, dus dat zei je eigenlijk al. Dan een beetje wind en dan stekels van een draak denk ik en twaalf vogels hieronder. Als je juist hebt geteld, zijn het inderdaad twaalf vogels en die twaalf vogels en een ondersteboven vlag. wilden eigenlijk bijna al direct zeggen dat er een skyvlag in komen. En het deze Skyfly zien we inderdaad de heksenketelachtig. We zien twaalf karretjes. We zien ...voor mooie huizen... ...met ook weer dat ster-icoontje... ...wat ook voorkomt in het restaurant... ...de Flaming Feather. De wachtrij die hier achterin doorloopt... ...en dan hier rondom naar boven gaat... ...wat ik heel mooi vind. Dat moet ik heel eerlijk zijn. Het is een vreemde plaats... ...om het hier te gaan zetten. Nu, met deze Skyfly... wat uh, van Gerslauwen gaat die namelijk zijn... ...dit gaat eigenlijk de... ...Flight School of Magic zijn... ...met een hoogte van 27 meter... ...met het, met het platform meegeteld. 12 voertuigen... ...een snelheid van 30 km per uur... ...en een minimumlengte van 130 cent. Kun je er al in gaan? Ik denk dat het wel een heel leuk effect gaat zijn. Als er eenmaal Phoenix hier overkomt, dan hier een rondje rondom maakt. Hoe ze het gaan doen. Oh, hier staan we inderdaad hekken. Ik dacht dat ze het toch een beetje beveiligen. Als mensen spullen willen overgaan gooien of zo. Je weet maar nooit wat mensen doen. Maar ik, ik wil er wel eens in gaan. Want het lijkt me wel fijn om hier zo dat hier rondom graast dus ja dat lijkt me wel iets hebben en als je naar Toverland gaat kijken wat ze eigenlijk hier ook bij extra uitleg geven zeggen ze bovenarmer Merlijn leidt zijn nieuwe leerlingen op om ook te kunnen vliegen dat gaat gebeuren via een compleet gethematiseerde vliegtuigmolen van maar liefst 22 meter hoog door de kanten en stoeltjes ga je niet alleen vooruit maar kun je zelf bepalen of en hoe vaak je over de kop gaat je hebt het heft zelf in handen dus je kunt je vlucht zo spectaculair maken als je zelf wilt dus ja het is een hele leuke beschrijving het is ja, de Flight School of Magic waar je opgeleid wordt om te kunnen vliegen met natuurlijk Merlijn. En ja, de naam ervan is Pixarius. En ik gok dat dat iets te maken heeft met de Pixies. Ik weet niet of jullie die kennen, maar de Pixies die staan ja, en, en op meerdere plaatsen. Kun je die terugvinden? Je kunt die natuurlijk terugvinden in het restaurant de Fleming. Verder, een Quest waarbij je in het Dark Ride gedeelte gaat, heb je de pixies dacht ik ook nog. Dus ik gok dat de naam Pixarius daar uh, ja, op bepaald is, gok ik. Dus uh, ja, lukken naam. En de volgende vlag die we ook al eerder gezien hadden, dat heeft eigenlijk ja, met deze draakachtige vlag te maken. We hebben ook een, een, een kijker. Precies voor de uitkijktoren En ook een paar brandplekken. Als er vuur in gebrand is. En ja, dat is eigenlijk de volgende. Dat is de Dragon Watch. Dus ja, de Dragon en Watch van een Watchtower. En Dragon van de draken. Omdat dit eigenlijk landingsplatformen zijn. Waar dat de draken op kunnen gaan landen. En de bedoeling is dat je dus eigenlijk met die parachutes naar boven gaat. En gaat op zoek gaan naar de verschillende draken in het gebied. Die moeten komen landen op jouw toren. Een soort van de Dragon Watch. En deze Dragon Watch is eigenlijk de droptoren, zoals zij zeggen. Oftewel de Parachute Tower van Intamin. Dus ik ben, ja, ben wel blij dat er in, uh, een van Intamin bij komt. Het is, gaat 40 meter hoog zijn. Het gaat zes voertuigen zijn, waarbij je met begeleiding vanaf 80 centimeter al in kunt. En zonder begeleiding van 120 centimeter. Het gaat met een snelheid van 19 kilometer per uur naar omlaag gaan. En het zal ongeveer 90 seconden duren. Het gaat af en toe op en omlaag gaan. Dus ja, dat is eigenlijk de Dragon Wedge toren En als we een beetje meer gaan kijken op de Toverland-website, zien we het volgende. De Dragonwedge-toren is het nest voor alle draken uit de omgeving. De grote platforms boven in de toren zijn een open uitnodiging voor rondvliegende draken om op te landen. Jij gaat als Dragonwatch de lucht in met de opdracht als alle draken uit de omgeving te spotten. En je moet af en toe opletten, want je kan af en toe naar beneden tuimelen. Op een gecontroleerde manier wel. Persoonlijk vind ik dit wel een leuke toevoeging. Dit is echt iets wat ze nodig hadden. Ik vind het leuk ik hoop dat de kleuren niet te fel gaan worden. En dat ze die stenen ook kunnen houden. Ja, wordt niet zo leuk. Dat waren nu de twee grote attracties. Maar er zijn ook nog twee kleinere attracties. En dat is deze volgende vlag. Je ziet bloemetjes en wat kleurrijke kleuren. Je ziet een, een cirkeltje, wat ik nog altijd niet echt goed weet wat het moet voorstellen. Je ziet het parcours wat het eigenlijk gaat zijn. En een soort van drankflesje. Met ook achterin nog wat bloemenachtig. En wat dit eigenlijk is, dit is de Garden Tour. Oftewel, ja, de, de tuintour. En die deze garland tour is eigenlijk een drakrijd van Metalbow Emelon. Emmel... Hoe ik het ook okay, juist uitspreek. Mijn Duits is niet zo goed. En dat is ja, eigenlijk gewoon een trek, want right? Dat je vooruit wordt getrokken door een bij. En je zit dat in het kaartje. Je kunt er ook als volwassen bij zitten. Maar je kunt ook als volwassen, zoals je hier kunt zien... Ik vind het zo modern. Je hebt hier... De meesten hebben hier gewoon een gsm vast. Een gsm vast. Daar is ook iemand met die gsm aan het filmen. Er zitten kinderen rondom te lopen. Dus je kunt hier letterlijk als volwassen, als ouder... Kun je het hele parcours rondom gaan. Kan je je kind volgen en je kind filmen. Tijd leven we toch allemaal? Dus ja, dat, dat is eigenlijk persoonlijk ook weer een hele fijne toevoeging. Heel kleurrijk, maar het is feestvieren. En ja, je kunt vanaf 110 centimeter zonder begeleiding en met begeleiding kun je volgens mij vanaf de Peutertijd er al in gaan. Dus dat is best wel handig. Het is 131 meter lang en het gaat 5 kilometer per uur met een zestal voertuigen. Tovenaar Merlijn nodig je van harte uit om een kijkje te nemen in zijn magische kruidentuin. Te midden van de meest fantasierijke bloemen wereldreden. Planten en kleurrijke tafereelen, vol bijzondere fantasiedieren maken kinderen alleen of samen met een begeleider een avontuurlijke tocht en ik denk wel inderdaad dat het een avontuurlijke tocht gaat zijn. Ik weet ik weet god niet wat ze van misschien aan met trollix gaan toevoegen. Als het zo zijn zou ik het heel leuk vinden. Ja, ik kijk er wel naar uit. En de laatste vlag die we kregen was een hele vreemde vlag. We kregen een eenhoorn te zien of ja, de horen van een eenhoorn. We kregen Yuna of, of Anai of ja, nu. Een bepaalde woordenspeling. Je ziet ook een drakenpootje, een, een helm, een, een verschillende draperijen. Ik weet niet wat de juiste naam is. Maar dat zijn allemaal ook bijgekomen. En dan is uiteindelijk de, de Jumping Juna. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Um, ik weet dat er van kind, voor kinderen dingen moeten bijkomen. Maar dit is. Te feestelijk. Ik was niet echt bij het gebied. Het, het gaat een, de Jumping Juna gaat een draaimolentje zijn van Zamperla. Het, uh, je kunt er zonder begeleider al vanaf 90 centimeter in. heeft zes voertuigen. Waarvan drie de één hoge Juna worden. En drie Draakje Sparkly. En ja... Namelijk die... Oh ja, hier staat het meer voor Maar namelijk hier, de Yuna. De eekhoorn... Eenhoorn, geen eekhoorn. De eenhoorn Yuna is één van de nieuwe figuren. Net hetzelfde als het draakje. Waar natuurlijk ook spullen van gaan verkocht worden. Dat weet ik nu al. Ik vind ze schattig. Daar... Ja, daar, daar niet niks tegen. Ik vind ze heel schattig. Maar het is te schattig. <laughs> en ik weet niet als het erbij gaat passen. Ik hoop dat het gewoon binnenin blijft. Dat je er niet te veel van buitenaf gaat zien. Wat mij ook wel lijkt Het lijkt mij afgemaakt dat je op sommige stukken wel iets kunt zien... En ik hoop dat het ook zo een beetje blijft. Hun is eigenlijk een verkleed feestje van de goedlachse eenhoren, Maak op de rug van één van de drie eenhoorns een rondje mee langs wapperende en kleurrijke vaandels en bijzondere attributen. Het speelse draakje Sparkly, dus Sparky niet Sparkly, Sparky, staat te popelen om ook mee te doen. Dus die mag hier natuurlijk niet ontbreken. Maar ja, ik weet het niet. Voor mij mag het wel een beetje ontbreken. Ze zijn schattig, maar ik weet niet of ze in het gebied past. En ja, verder hebben we nog die verschillende belevingselementen en speeltuinen waar we eigenlijk nog maar weinig over weten. Er staat alleen maar een korte tekst hier in de, in de, ja, in de tekst van Toverland. Er staat meer niet echt in wat er allemaal gaat komen. Wel, één detail is dat er ook nog een hele hoop. Dat er een dreumespeeltuin komt. Een nieuwe waterspeeltuin. En updates van bestaande attracties. En die laatste vind ik wel belangrijk. Ook al denk ik aan de 10 miljoen die ze hebben uitgeteld. Weet ik niet wat ze allemaal gaan kunnen updaten. Dus ja, dat is dat. Trouwens, als je wilt weten over de facts. Die kun je in de factsheet gaan afhalen. Dat staat hieronder ook als link in de beschrijving. Daar staat trouwens alles van de facts in. Van de, achtbaan, van de, achtbaan, van de attracties met ook alle lengtes. En trouwens in het persdossier. Hier kun je ook nog een hoop andere dingetjes vinden. Linkjes staan er ook allemaal onderbij, zodat je het uh, kunt, kunt opzoeken. En dan heel kort eventjes een paar bouwfoto's die ik online heb gevonden van het Pretpark Club bijvoorbeeld, of op het forum van het Pretpark Club. Dus dat is eigenlijk al een bouwfoto met wat ze al bezig zijn. En natuurlijk de Toverland fansite heeft ook wat foto's geüpload. Ge dus je kunt wel zien dat ze al best goed bezig zijn. Meestal zie je alleen maar iets, bouwfoto's van de Helix en van phoenix Dus dat vind ik wel jammer. Maar je ziet dus dat ze al redelijk goed bezig zijn. Dus ja, die foto's kun je in details bekijken hieronder als link in de beschrijving. Maar ja, ik vind het zelf, ja, vind ik het een hele goede toevoeging. Ik vond de in de de Helix van Phoenix hadden ze moeten afblijven, persoonlijk. Hier achter had ik het absoluut verwacht. Vind ik heel goed dat ze toevoegen. En ik hoop dat deze zo goed blijft als het hier staat. En dat je niet te veel van de kleuren gaat zien. Kleuren mag, maar het moet ook een beetje niet te fel zijn. Dus ja, heel kort mijn eigen mening. Ik vind het heel goed dat het bij komt. De Helix mochten ze vanaf blijven. En hierachter hoop ik dat ze het niet al te felle kleuren gaan gebruiken. Maar voor de rest, ja... Vind ik het heel fantastisch nieuws om te horen. Kan niet wachten totdat ik nog meer updates heb. En misschien om nog extra dingen te delen. En misschien volgende keer aan een podcast. Dus volg dat ook zeker. Maar dan ben ik gekomen op het einde van deze video. Ik hoop dat jullie dit heel fijn vonden. Doe dan dat duimpje omhoog. Raak dan dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en nog niet dat. belletje een keertje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!